Welkom bij dit praatje van ons usability testing voor iedereen. Mijn naam is Harro Vons. Ik heb nu zo'n 20 jaar ervaring als user experience professional. Eerst voor standaard productsoftware en nu sinds een jaar of 7 voor Luminis. En mijn naam is Niels Wissels. Ooit begonnen als visual designer, inmiddels UX designer en strategie. Ja, ik vind het leuk om klanten te helpen om te veranderen. Van ideeën tot oplossingen. Daar bevind ik me vaak. Dat vind ik leuk om te doen. Even kort wat je kan verwachten in dit praatje het komende uur. We gaan even wat dieper in over wat verstaan wij nou onder usability. Daarna wat meer uitleg bij wat een usability test is, volgens ons. Maar natuurlijk gaan we ook vooral in over hoe doe je dit nou zelf, zo'n usability test uitvoeren. En natuurlijk gaan we hier zometeen ter plekke een usability test doen, een kleine demo. Om tot slot nog even wat aandachtspunten de revue te laten passeren. Wat moet je aan denken bij een usability test? Over usability even kort. Ik hou van lekker eten. En ik vind het ook heel erg leuk om dat zelf klaar te maken. Daar heb ik onder andere een oven, kom je magnetron voor. Daar is dit het bedieningspaneel van. Dat is handig, want dan kun je zowel de oven als de magnetron tegelijk gebruiken. Waardoor je gerecht wat sneller klaar is en toch een knapperig kostje heeft. Als ik nou alleen de oven gebruik, dan neem ik de bovenste draaiknop. Die zet ik zo dat het onderste lampje brandt. Vervolgens moet ik op de knop Select drukken, net zolang totdat ik de temperatuur ingesteld heb. Dan draai ik aan de onderste knop om de tijd in te stellen. En dan druk ik op die onderste knop Start het programma. Lijkt een beetje op wat ik moet doen als ik zowel de oven als de magnetron aan wil hebben. Dan zet ik dus weer met de draaiknop kies ik de juiste stand. Dat is net een stapje naar rechts. Druk weer op de selectknop voor de temperatuur. Draai weer aan de onderste knop voor de tijd. En daarna ga ik weer terug naar de selectknop om het vermogen te selecteren. En dan druk ik weer op start en dan begint het programma. Nou, ik ben ervan overtuigd dat de mensen die dit apparaat gemaakt hebben hier een grote fout gemaakt hebben. Want die stap 4 hier, het selecteren van het vermogen, is niet verplicht. Ik mag hem overslaan. En als ik dat dan doe, dan neemt de oven de default stand. Dat is vol vermogen, 900 watt. Ja, en als je dat combineert met een ovenprogramma, wat over het algemeen wat langer duurt, ja, dan is het resultaat aangebrand eten. En ja, koken is best hectisch, zeker als je een beetje uitgebreid wil koken. Dus het is mij meerdere keren overkomen dat ik net die knop een standje te veel of te weinig draaide. Me er niet van bewust was dat ik dus daarmee de oven- en magnetronstand koos. Niet naar het vermogen gekeken heb, gewoon op start gedrukt. Met als gevolg teleurgestelde gasten, teleurgestelde gezinsleden. Ja, en ja, waarschijnlijk heeft de snackbar om de hoek aandelen in dit merk. Hoe dan ook, ik weet precies welk merk het is. Ik ga het hier niet zeggen, maar ik ga nooit meer iets kopen van dit merk. Dat is wat het effect van ja, deze ontwerpfout of het gebrek aan usability, aandacht daarvoor, in ieder geval op mij gedaan heeft. Nou is er heel veel onderzoek gedaan naar usability. Er zijn heel veel getallen over. Ook vooral wat goede usability en aandacht voor usability voor je product kan doen. Forrester heeft ooit een keer uitgerekend dat 42% van de mensen die online een aankoop doen op een bepaalde website, dat doen omdat ze eerder op die website een goede ervaring hadden. Of, ander getal, iedere euro die besteed wordt aan user experience verdient zich uiteindelijk 100 keer terug. Nou, ga daar maar aan staan. United Airlines hebben ooit een keer onderzoek gedaan naar hun eigen website. Daar verbeteringen door uitgevoerd. Met als gevolg dat ze 200% meer tickets via hun website verkochten. En voor webshops is natuurlijk usability vooral een ding. Webshops rekenen met de conversieratio. Dat is het aantal bezoekers wat op een website komt, wat ook daadwerkelijk tot een aankoop overgaat. Norman en Nielsen die hebben case studies gedaan, hebben 42 projecten vergeleken, waar mensen met usability verbeteringen van webshops bezig waren. En dat heeft, nou, hier staan een aantal getallen, maar de belangrijkste is natuurlijk wel de conversie. Het heeft uiteindelijk een conversieverhoging van gemiddeld 100% opgeleverd. Wat eigenlijk betekent dat een webshop die serieus aan usability doet, 2 keer zoveel verkoopt. Er zijn heel veel studies gedaan met usability. Dit is een filmpje van een usability test van Toshiba. Nou, die spreekt eigenlijk voor zich. Is er anything sort of preventing you from going ahead and buying it on this from here on this page? No, I don't think so. Okay. Can you show me how you would go buy it from this page? Okay, let me look. This I always find annoying. What's that? Because they normally have a basket, don't they? Add to basket, and they haven't here. Buy from Toshiba, there we go, click here. Okay, buy from Toshiba. Over the phone or online, probably online. You want me to buy it? Yeah. Okay. Okay. Here we go. Forgotten which one I was looking at now, but satellite. I don't know which. Oh God, they're all satellite, aren't they? I've forgotten. I'd have to go back then and look. Do you want me to do that? If you don't mind, yeah. This is a nuisance, isn't it? Ja. Nou ja, dit spreekt voor zich. Laat de gebruiker werken met je product en dit soort frustratie die wil je absoluut voorkomen. Dat is wat een usability test moet laten zien. Wij verstaan onder usability testen het laten werken met je product door de beoogde gebruikers van je product. Om ze dan te observeren en ja, op die manier te leren hoe goed de usability van je product is en in welke gebruiksproblemen waar de gebruiker uiteindelijk terecht komt. Nou, er zijn allerlei partijen die voor jou een usability test kunnen uitvoeren. Als je even googelt, ik kwam bijvoorbeeld testbeurt.nl tegen. Die bieden een usability test aan, een self-service usability test noemen ze dat, voor €4000. Wat op zich best meevalt. Maar dan moet je zelf ook nog wel een heleboel dingen doen. Het plaatje wat hier achter me staat is een stukje uit een offerte van een bedrijf waar ik ooit een keer samen een usability test mee heb uitgevoerd. Nou, zij rekenden voor hun werkzaamheden alleen al €10.000. En daar kwamen dan vervolgens de dingen, mijn eigen werkzaamheden en uren ook nog eens een keer bij. Met andere woorden, je kan een hele hoop geld en tijd kwijt zijn aan usability testen. Wij vinden eigenlijk dat dat niet nodig is. Het moraal van dit praatje moet zijn, een usability test, ja, daar hoef je helemaal geen user experience expert voor te zijn. Iedereen kan een usability test doen. En vooral eigenlijk de mensen die in een of andere rol met een project betrokken zijn, bijvoorbeeld ook als engineer. Dus wij gaan in het komende 3 kwartier inmiddels wat dingen laten zien over hoe doe je dat nou, zo'n usability test, wat tips en tricks. En gewoon laten zien dat usability testen ontzettend leuk is om te doen. Dit is eigenlijk de eenvoudigste vorm van usability testen. Gewoon een schetsje op een bierviltje of een kladje mee op straat gaan. En dan heb je een guerrilla usability test gedaan. Je kan ook net een stapje verder gaan en je ideeën in een wat meer schermen uitwerken. Dan heb je een papieren prototype. Kun je ook al heel goed mee naar gebruikers gaan om feedback te verzamelen. En je eerste usability test doen. Iets verder in het project heb je een klikbaar prototype. Waar je wat verder uitgewerkte ontwerpen aan elkaar hebt gelinkt. Waarmee mensen eigenlijk al een gevoel kunnen krijgen van hoe je product gaat werken. Wat je hier ziet zijn eigenlijk alleen visuals, waar we klikbare gebieden in aan hebben gegeven. Dan kun je bepaalde scenario's doorlopen, niet alles, maar de gebruiker krijgt wel feedback van oké, waar kan ik nou precies op klikken. Kost niet zo heel veel tijd, maar ja, heb je legio producten in voor waar je dit in kan maken. Dit is toevallig InVision. Ja, valt verder niet zo heel veel over te vertellen. Het is in ieder geval, het kost niet zo heel erg veel om dit gewoon te maken. Dat heb je in een paar uurtjes in elkaar geklikt. Ja, een ander voorbeeld is dit. Dit is een product dat al veel verder af is, dus al gewoon werkende code. Alleen nog niet alles werkt. Maar de dingen die je wilt testen, zo gauw die werken, kun je daar een usability test naar uitvoeren. In dit geval zijn de panelen met de menus links en rechts aangegeven. Nou, die werken nog niet, maar de overige functionaliteit is al prima bruikbaar voor een usability test. Met overigens als voorbeeld, voordat je deze op gaat starten, of met als voordeel dat je wel de discussie aan kunt gaan met die gebruiker. Dus we hebben hier gewoon, het gaat hier om een CMS. In het middelste gedeelte kun je wel degelijk de pagina al editen inline. Je ziet de structuur aan de linkerkant en de rest van de gele gebieden. Daar weten we, dit is wat wij graag willen gaan maken. Gebruiker, wat vind jij ervan? Dus je kan op dat moment het gesprek al aangaan. Ondanks dat het nog niet werkt. Maar delen werken dus al wel en delen niet. Ja, dat je een usability test heel goed kan uitvoeren op eigenlijk alles, laat dit filmpje heel treffend zien. Begin the task whenever you're ready. Show me how you would eat this. See? What kind of peel would you say that is? This was not a thick peel. Watch, if I overdo this, I'm gonna, yeah. Try, there's one way. Well, okay. It's round like an egg. I just thought maybe it would, you know, it would crack. Die mevrouw weet niet wat sinaasappel is, volgens mij, maar goed. Right now, I used orange peel on these. Like how, look at that luster. Oh. Isn't that amazing? Oh. That'll wake you up every morning. Goed. Grote organisaties, Rabobank, Philips, die hebben vaste usability labs. Dat is een ruimte ingericht als een kantoor of als een woonkamer. Waar mensen hun producten testen terwijl ze worden geobserveerd en opgenomen met vaste apparatuur in een vaste ruimte. Wat je, ja inderdaad, vaste ruimte wat je hier ziet. Ik heb bij Accent meegeholpen met een van die bedrijven die Harro al eerder noemde van in de offerte een usability lab opgezet. Bij Accent was dat, een kamers ingericht, een kamer waar de test afgenomen kan worden, een kamer waar je mee kan kijken. Allemaal hartstikke goed. Dus wij gaan ook zeker niet bestrijden dat je, zeker als grote organisatie, een usability lab in moet richten. Maar wat ik wel geleerd heb is dat je zo dicht mogelijk waar een klant eigenlijk zijn applicatie bedient op zoek moet gaan. Want op het moment dat hij zijn eigen omgeving verlaat, dan krijg je allerlei rare effecten van, oh wacht even, ik moet toch wel heel erg mijn best gaan doen nu, want ik word gevraagd om een test en ik moet speciaal ergens naartoe. En nou, dat heeft allemaal bijeffecten. Dus ik zeg niet, usability lab niet doen. Neem het zeker op in je proces. Alleen, strekking van vandaag denk ik ook, ga vooral dicht bij die eindgebruiker kijken en zoeken. En dus doen wij heel vaak usability tests gewoon op kantoor. Even belangrijk om te weten ja, wat voor soort test je natuurlijk uit moet voeren. Wij onderscheiden twee soorten usability tests. Een kwalitatieve of een kwantitatieve test. Bij een kwantitatieve test ben je eigenlijk geïnteresseerd in alles wat zich uit laat drukken in getallen die je kan meten. Dus hoeveel tijd heeft iemand nodig om een bepaalde taak te volbrengen? Hoeveel fouten maakt hij? Hoe groot zijn de succesratio's? Dat soort dingen. Typisch heb je daar ja, statistische betrouwbaarheid voor nodig. Dat betekent dat je veel tests moet doen. Over het algemeen doen wij dat niet. Wij gaan meer voor de kwalitatieve onderzoeken, waarbij je vooral geïnteresseerd bent in de inzichten die je opdoet. Je wil vooral weten welke problemen komt een gebruiker tegen met jouw product. Wat is de ernst van die problemen en komen ze vaker voor of komen ze minder vaak voor. Het grote voordeel van een kwalitatief onderzoek is dat, uit eigen ervaring weten we dat, maar goed, dat is ook uit onderzoek wel gebleken. Als je een kwalitatief onderzoek doet, dan heb je eigenlijk voor een test genoeg aan 5 personen. Het blijkt dat bij de 5e test je eigenlijk de problemen terugziet die je in de eerdere 4 tests ook al gezien hebt. Even een punt van aandacht. Als je een usability test uitvoert, is het goed om je te realiseren hoe je product bedoeld is om gebruikt te worden. Bijvoorbeeld, dit is een product wat vooral intuïtief moet zijn. En in een intuïtief product moeten gebruikers zonder een enige training, door simpelweg naar het scherm te kijken, kunnen zien hoe die het product moet gebruiken en waar het over gaat. Ik weet niet of jullie de presentatie hebben gezien. Er is zo net een onboard presentatie geweest, inderdaad. Dit is de interface daarvan. Betekent dat in dit geval de kapitein op een schip een tablet tot zijn beschikking heeft. En terwijl hij gewoon aan het werk is, heel snel zijn taak in moet kunnen vullen. Dus ben ik op het moment aan het slepen of lig ik gewoon rustig in de haven te wachten. Terwijl hij andere dingen aan het doen is, moet hij dit heel makkelijk snel tot zijn beschikking hebben en makkelijk kunnen bedienen. Dus intuïtiviteit inderdaad. Dat is heel wat anders dan een scherm wat gemaakt is om zoveel mogelijk productiviteit te ondersteunen. Dan heb je typisch over schermen waar mensen grote hoeveelheden gegevens moeten kunnen invoeren. Het zijn vaak schermen waar mensen 40 uur per week bij wijze van spreken mee moeten werken. En waarvoor het eigenlijk ook wel uit kan om ze een korte introductie of een korte training te geven. Ander belangrijk ding om rekening mee te houden is in welke omgeving is je product bedoeld gebruikt te worden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in een omgeving zit waar heel veel verstoringen zijn en de gebruiker eigenlijk nooit in staat is om in één stuk door zijn taak af te ronden. Dat is iets waar je zeker rekening mee moet houden. Maar ja, je product kan ook gebruikt worden in een koeienstal, Niels. Ja, ja, inderdaad. Ja, je ziet hier een boer die in gesprek is met iemand die een test afneemt. Of die inzicht in de situatie wil hebben. Aan de onderkant weer een tablet. Die boer die moet zijn stal, de boundaries, de grenzen van zijn stal aan kunnen geven. Zodat er allerlei apparatuur, sensoren opgehangen kan worden. En koeien te traceren zijn. Nou ja, goed, dan wil je dus weten... ter plekke, hoe gaat hij die stal, hoe gaat hij die tekenen en waar moeten die sensoren opgehangen worden. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om dat, en belangrijk ook om dat ter plekke te doen op locatie. Een groot voordeel van de usability test is dat het een prima manier is om iedereen die op de een of andere manier belanghebbend is in je product, om die erbij te betrekken. Zo kun je het hebben over managers, over de mensen die je product moeten verkopen of ondersteunen. Maar zeker ook de mensen die het product bouwen, de engineers en andere leden van je project. Wel is onze ervaring dat het heel goed is om die live mee te kunnen laten kijken in een aparte ruimte en niet bij de test zelf fysiek aanwezig te laten zijn. Ja, dat illustreert eigenlijk het voorbeeld wat je hier ziet. Het is een stil, maar die muis die staat bij een bepaald knopje. Deze respondent, je ziet hem rechtsonder in de hoek staan, die kon dat knopje gewoon echt niet vinden. Hij wist niet wat hij ermee moest. Ging er een aantal keer overheen, nog een keer. Nou, meer dan 5 keer. Tussen de 5 en de 10 keer ging hij over dat knopje heen. We hadden dat wel door, maar op zo'n moment dat je een test afneemt, ga ik daar niks van zeggen. Want het is echt een pijnpunt. Het kan echt, we hadden iets bedacht, het werkt gewoon niet. Even terug naar Harro's punt van zo net. Mensen die meekijken. Ik hoef engineers op dat moment echt niet te overtuigen dat er iets aangepast moet worden. Ga meteen mee. Product owner, die ziet het probleem ook. Oké, we moeten daar uren aan gaan besteden. En in dit geval zal dat heel erg meevallen. Maar wel superbelangrijk om dit eruit te gaan halen. En leuk was vooral dat na afloop van deze test de mensen die in de meekijkruimte zaten echt nog steeds hoofdschuddend in die ruimte zaten. Omdat ze niet snapten dat hij dit niet zag. Maar ja, de discussie was meteen voorbij. Het komt er eigenlijk op neer dat of je nou een usability test doet of niet, de gebruiker zal, als je product in het veld staat, tegen problemen gaan lopen. Als je een usability test hebt uitgevoerd, dan weet je welke problemen dat zijn en heb je de beslissing kunnen nemen, wat doen we ermee? Brengen we het product met het probleem op de markt of lossen we het eerst op? Nou, wij krijgen regelmatig wel de vraag van, ja, jij bent toch de user experience professional, hoe kan het dan zijn dat je überhaupt moet testen of je product wel goed is? Ja, nou goed, dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat je tijdens de ontwikkeling en het ontwerp van je product allerlei aannames moet doen over de gebruiker en over de manier waarop hij het gaat gebruiken. En de enige manier om te weten of die aannames correct zijn, is door regelmatig te valideren en dus regelmatig met je gebruikers naar je product te kijken. Daar hebben we een methode voor, dat noemen we de iteratieve ontwerpmethode, die er eigenlijk op neerkomt dat we, zo gauw we een ontwerp gemaakt hebben, die realiseren. Het zij in een prototype, papier of later klikbaar. Vervolgens gaan we die valideren in een testje. Om daarna uit te leren van ja, wat moeten we veranderen aan het product of aan het ontwerp. En zo gaan we eigenlijk het hele proces vanaf de eerste idee tot en met de eerste release door. Waarbij we natuurlijk steeds verder in het traject met meer echt werkende producten gaan testen. Wat ook goed is om te weten is dat hoe eerder in het productje zit... En hoe minder relevant is dat je echt met de echte eindgebruikers test. Zeker in het begin, als je met papieren prototypen nog werkt of met andere concepten. Dan kun je gewoon iemand op straat vragen of een willekeurige collega. Maar hoe dichter je bij de release van je product komt, hoe belangrijker het wordt. Dat je ook echt met de beoogde eindgebruikers gaat testen. Het mooie van deze iteratieve ontwerpaanpak is dat hij zich natuurlijk prima laat passen in Agile methoden. Waarin je natuurlijk gewoon in iedere iteratie, iedere sprint een plan hebt. Er wordt wat gerealiseerd en aan het eind van de sprint ligt er een product wat klaar is, wat gedemoed kan worden. En waar je dus ook een usability test op uit kan voeren. De bevindingen van die test die komen dan op de product backlog terecht als usability issue of als bug. En kunnen we vervolgens weer mee in het plan voor een volgende sprint. Dan zeg ik niet dat je ieder resultaat van iedere sprint moet gebruiken om een usability test uit te voeren. Het hangt ook een beetje af van de lengte van je project. Maar goed, het is zeker een goed idee om iedere 2-3 sprints erop te mikken dat je product even valideert met gebruikers. Even kort Hoe doe je dat nou? Zo'n usability test opzetten. We hebben er 6 stappen voor. De eerste is het doel van je test vaststellen. Gebruikers zoeken. Een testscript maken. Dan gaat natuurlijk de opstelling. Daar moet je voor zorgen. Je moet een apparatuur regelen. Test voorbereiden. En natuurlijk de test uitvoeren en je resultaten verwerken. Het klinkt als een hoop werk. Kan het ook zijn. Hè? Je kan er zomaar een hele week mee zoekt zijn. Maar je kan het ook gewoon klein aanpakken en in 1 of 2 uur je prototype op je telefoon of op je laptop zetten, ermee op straat gaan en gewoon mensen aanspreken. Ja, kun je het hele procesje mee volmaken. Ik loop even alle punten één voor één door. Het doel van je test. Ja, in wezen zijn dat de vragen waarop je tijdens je test antwoord wil vinden. Dan kun je denken aan vragen als: vinden de gebruikers überhaupt hun weg in mijn app? Of zijn mensen in staat om deze app te gebruiken om hun thermostaat te programmeren? Of kunnen mensen dit formulier überhaupt begrijpen en het invullen? Zelf merk ik dat ik, als ik met een product bezig ben, ik regelmatig me bewust ben van het feit dat ik aannames doe of tegen vragen aanloop. Die schrijf ik op. En die worden dan meegenomen in de volgende usability test die ik doe. Dan is het natuurlijk zaak dat je gebruikers zoekt. Zoals eerder al aangegeven. Voor een kwalitatief onderzoek heb je eigenlijk aan 5 gebruikers genoeg. Waarbij je wel moet realiseren dat als je mensen uit verschillende doelgroepen hebt, dus bijvoorbeeld mensen van support en mensen die het product echt moeten gaan gebruiken, dan heb je wel wat meer mensen nodig. Komt ook wel regelmatig voor dat mensen wel hebben toegezegd deel te komen nemen aan een usability test en dan toch niet komen opdagen. Of om technische redenen dat je test niet bruikbaar is. Daarom is het goed om altijd 1 of 2 mensen extra uit te nodigen dan je denkt dat je echt nodig hebt. Onze ervaring is dat onze opdrachtgever vaak aanbiedt om voor ons op zoek te gaan naar gebruikers. Dat is altijd heel goed natuurlijk. Hoewel we dan meestal tot de conclusie komen dat de mensen met wie we testen geen typische eindgebruikers zijn, maar altijd op de een of andere manier een band hebben met het product, voorkennis hebben of op een andere manier niet heel erg objectief zijn. Hoeft op zich geen probleem te zijn, het kan nog steeds een hele nuttige test zijn. Maar als je echt een consumentenproduct wilt testen met consumenten, dan is het eigenlijk het beste door daar gewoon een gespecialiseerd bedrijf voor in te schakelen om voor jou die consumenten dan te werven voor je usability test. Dan even het testscript. Het testscript is in wezen de gestructureerde opzet van je test. In het testscript staan alle vragen die je wil stellen, zodat je zeker weet dat je al je vragen aan de orde laat komen. Maar je testscript zorgt er ook voor dat iedere persoon met wie je test, iedere respondent, dezelfde vragen krijgt. En je dus ook de uitkomsten van de verschillende tests met elkaar kan vergelijken. Belangrijk onderdeel van je testscript, helemaal aan het begin, zijn even de aandachtspunten. Je legt de respondent uit dat je niet de gebruiker, dus niet de persoon, niet de mens aan het testen bent, maar het product. En als er dus iets misgaat, dat het aan het product ligt en niet aan de persoon. Je vraagt de persoon om hardop te denken, zodat we goed kunnen volgen waar hij mee bezig is. En je wijst de persoon er altijd even op dat we opnames maken, video en audio. Zodat we later kunnen terugkijken wat er gebeurd is tijdens de test. En die opnames zijn verder niet bedoeld om te publiceren. Nou, als je zo'n testschrift maakt, is het belangrijk om je te realiseren dat je de gebruiker zo min mogelijk sturing wil geven. Zoveel mogelijk vrij wil laten in het uitvoeren van de test op een zo realistische mogelijke manier. Dus je zal vooral een situatie willen schetsen. En dus bijvoorbeeld niet willen zeggen: activeer de vakantiemode. Maar in plaats daarvan wil je zeggen: je gaat op vakantie, maar je wil niet dat de verwarming continu onnodige energie verbruikt. Toch wil je in een comfortabel huis thuiskomen. Nou, hoe zou je dat met deze app doen? Nou, en dan is dat natuurlijk een test van de app waarin je dat kan instellen. Tip: zorg ervoor dat je in je script termen vermijdt die in de user interface staan. Dus niet zoals in dit geval vakantiemode. Nou, dat zal zo'n term zijn die typisch in het product zelf voorkomt. Nou, dan is er de testopstelling. En onder testopstelling verstaan we eigenlijk de werkplek van de respondent tijdens het uitvoeren van de test. Waarbij natuurlijk zaak is dat die gebruiker zo ongestoord, zo rustig mogelijk die test kan uitvoeren en op een zo realistisch mogelijke manier, in zo'n realistisch mogelijke omgeving. En dus is er in de testruimte, behalve de respondent, eigenlijk hooguit 2 andere mensen aanwezig. Daarover later meer. En voor de meekijkers heb je dan dus een aparte meekijkerruimte. Nou, hoe zou zo'n opstelling eruit kunnen zien? Nou, stel dat je een respondent hebt die een app op een telefoon test. Dan heeft hij natuurlijk de telefoon in zijn of haar hand. Staat er in dezelfde ruimte ook een laptop, computer. In wezen gewoon altijd een laptop waarop wij ons eigen werk ook doen. En dan is het mooie van de app Reflector. Kost je $15 voor een onbeperkte licentie. Dan kun je gewoon het beeld van de telefoon op het scherm van de computer weergeven en meekijken met wat er gebeurt. Je wil weten wat voor gezichtsuitdrukkingen de gebruiker heeft. Dus je wil vooral het gezicht van de gebruiker in beeld brengen. Daar gebruiken we een webcam voor. Dat kan een goedkoper zijn, dat kan een duur zijn. Laten we zeggen eens een keer €200. En dan goed, op de Mac heb je een Photo Booth. Kost je niks. Op Windows kun je VSC gebruiken, kost je ook niks. Kun je meekijken met het beeld van die webcam. En dan heb je dus op jouw laptop, op je scherm, zowel het beeld van de applicatie waarmee de test aan het werken, de gebruiker aan het testen is, als de opname van het gezicht. We willen alles vastleggen, zowel audio als video. Dat kan QuickTime heel goed doen. En voor het meekijken, in die meekijkruimte, hebben we dan Skype. Ja. Maar wat je nu ziet is natuurlijk, die respondent die heeft daar een app in zijn handen. Of een telefoon in zijn handen waar hij een app op wil bedienen. Dit is een vrij basisopstelling. Het kan zijn dat je omwille van, bijvoorbeeld je hebt een medisch apparaat waar je omheen moet lopen. En je wil zien hoeveel handelingen voert nou iemand uit, loopt hij zichzelf in de weg, is het apparaat makkelijk te bedienen, ja, dan zul je misschien iets uit moeten breiden. Dan zou je bij wijze van spreken die camera niet alleen op de respondent willen richten, maar ook ergens van bovenaf het apparaat in beeld willen hebben. Ja, nou dan heb je dus 2 keer zo'n schermpje waar je een beeld van de camera hebt. In de meekijkruimte zetten we dan meestal een groot scherm of een beamer neer. Die sluiten we aan op een laptop of op een computer. En die Skype-verbinding die zorgt er dan voor dat de mensen in die meekijkruimte eigenlijk hetzelfde beeld hebben als de laptop in de testruimte. En op die manier alles kunnen volgen van wat daar gebeurt. Belangrijk punt is, voordat je je eerste test uitvoert, is dat je je hele test een keer oefent. Neem een willekeurige voorbijganger en voer de hele test uit. Zodat je zeker weet of je script klopt, alle apparatuur werkt, netwerkverbindingen snel genoeg zijn. Maar ook zeker niet onbelangrijk dat er genoeg vrije ruimte op je harde schijf is om al je video's op te slaan. Nou, en dan komt de dag dat de test uitgevoerd wordt en de eerste respondent zich aandient. Op deze foto's zie je een voorbeeld van een test die we hebben uitgevoerd. Dit betrof dan een webapplicatie die gewoon met muis en toetsenbord bediend werd. Dus de respondent zat dan achter dit toetsenbord met dit scherm. Daarnaast zit dan een persoon die de rol van testuitvoerder heeft. En daar haaks op zetten dan meestal de observator neer. En aan de andere kant van de muur zitten dus de meekijkers in de testruimte. Nou, die testuitvoerder, dat is in principe de persoon die de hele test begeleidt en tijdens de test met de respondent in gesprek is. In principe is die persoon dus vooral gericht op de communicatie met de respondent en waar die mee bezig is. Het zou mooi zijn als de testuitvoerder ook geen aantekeningen hoeft te maken. Dat is een mooie taak voor de observator, die dan tegelijkertijd ook in de gaten houdt of alle apparatuur goed werkt, opnames start, eventuele technische problemen oplost. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de observator helemaal niet met de respondent spreekt. Zeker aan het eind is het goed om nog even wat vragen over en weer te stellen. Nou goed, daar kan die respondent dan prima dan ook nog op inhaken. Onze ervaring is dat als je nou een hele dag aan het testen bent en meerdere tests op een dag doet, dan is het een goed idee om die rollen ook af te wisselen. Zodat het wat minder intensief is. En je voorkomt daardoor ook dat de persoonlijkheid van de testuitvoerder te veel invloed op de test zelf krijgt. Nou, dan vragen we tijdens het uitvoeren van een test altijd aan onze respondent om hardop te denken. Dat is mooi, want dan weet je wat er in zo iemand omgaat, waar hij mee bezig is. Als hij vastloopt, wat hij had willen bereiken en waarom hij vastloopt. Eventuele emoties worden daardoor ook makkelijker te herkennen. Het is niet voor iedereen altijd even makkelijk, dat hardop denken. Sommige mensen zijn daar heel erg goed in en daar is dit een voorbeeld van. Oké, zou je in kunnen loggen als gebruiker Luxon? Met wachtwoord Luxon 123. Luxon met een hoofdletter dan. Lux. Okay, ik heb Luxon geselecteerd eigenlijk. Ja. En er waren dus 2 eigenlijk accounts aangemaakt. Service en Luxon. En dan Luxel met een hoofdletter 1, 2, 3. En gebruikelijk zal ik dus niet het Remember Me aanklikken. Ik ben wel sterk mijn twijfels over of je al dat Remember Me als optie moet aanbieden. En ik probeer in de dagmeen zo min mogelijk gebruik van te maken, want het wordt daarna wel heel makkelijk voor andere gebruikers om ook naar binnen toe te stappen. Oké. Goed, dus ik heb dat eigenlijk mijn wachtwoord ingevoerd. En ik klik nu op login. En ik zie hier het dashboard verschijnen. Ja, dat deze man wat lang van stof was, was onder andere de reden dat we net, toen we dezelfde man op het scherm hadden, maar niet het filmpje lieten zien, want dan hadden we gewoon geen tijd. Maar dit helpt als zo iemand er zoveel tekst bij gebruikt. En, regelmatig zullen we het mensen wat meer moeten aansporen om hardop te denken. Wil ik nog één dingetje aan toevoegen. Wat je wel ziet is, deze meneer die noemt het al het dashboard. Dat betekent, dit was een gebruiker die het systeem, het oude systeem wat we redesignen, waar we onderzoek naar hebben gedaan, hoe te verbeteren. Hij kende het systeem al. Maar die Remember Me, die zat ook al in het vorige systeem en toch kwam die er weer op terug. Wacht even, ik wil hem er toch echt graag uit hebben. Nou, hartstikke goed advies. Volgens mij hebben we hem er niet uitgehaald. Dat wil niet zeggen dat alles wat aangedragen wordt, dat je er ook echt iets mee moet doen. Maar het is toch wel degelijk goede input. Ja, dan is het tijdens je testzaak dat je gewoon heel goed op je gebruiker let. Welke emoties komen er voorbij? Als je niet begrijpt waar je gebruiker mee bezig is, stel dan vragen. Vraag dan door, waarom doe je wat je doet? Kun je nog eens hard op denken. Dat je ook wel regelmatig gebeurt is dat je gebruiker op een gegeven moment naar jou vragen gaat stellen. Ja, dan wil je natuurlijk ook voorkomen dat je daar te veel in stuurt. Dat kun je mooi oplossen door gewoon een wedervraag te stellen of gewoon geen antwoord te geven, stilte te laten vallen. Dat wat overigens best wel eens awkward kan zijn, maar dan nog gewoon rustig blijven, wachten, niks zeggen. Probeer het zelf op te lossen. Hoe zou jij het doen? Nog een keer vragen. Ja, hè, als je ziet dat een gebruiker in de problemen komt en zich op jou richt om hulp te vragen, ja, dan weet je, je hebt hier een interessante situatie te pakken. En dan kan de neiging zijn om die arme gebruiker te helpen, maar dat moet je toch eigenlijk niet doen. Je moet pas op het moment dat je zeker weet waar het probleem over gaat, waardoor het ontstaan is en misschien zelfs al hoe je het op moet lossen, ja, dan kun je gebruiker uiteindelijk uit zijn luiden verlossen en door laten gaan. Wat je ook in ieder geval niet moet doen, of zo min mogelijk, geef vooral geen complimenten aan de gebruiker. Zorg er gewoon voor dat je je eigen mening voor je houdt. Want het gaat om het product en het gaat absoluut niet om jezelf. Realiseer je ook dat wat je ook vraagt aan gebruikers, je krijgt altijd een antwoord wat niet helemaal de waarheid is. Mensen geven sociaal wenselijke antwoorden. Mensen zijn al helemaal slecht in het bedenken hoe ze zich in een bepaalde denkbeeldige situatie zouden gedragen. Je bent dus vooral op zoek naar observeerbaar gedrag. Daden, geen woorden, laat maar zeggen. Oh ja, en vooral niet vergeten, aan het eind van een test geef je de respondent een cadeautje. Dat kan een kleinigheidje zijn, een gadget of zo, of iets wat je nog had liggen ergens. Of een cadeaubon. En het kan ook zijn dat je ook nog een reiskostenvergoeding moet geven. Nou, er zijn er eigenlijk twee momenten waarop je de resultaten van je test nog even wil verwerken. Dat is vlak na iedere test. Even kort met elkaar zitten met alle mensen in de meekijkruimte en die op een andere manier de test gevolgd hebben. Zodat je even zeker weet wat iedereen eruit gehaald heeft. Maak daar een top 5 van of zo. Dus eventueel ook een moment om nog je script voor de volgende tests hier en daar wat bij te stellen. En natuurlijk aan het eind, als je al je resultaten binnen hebt van al je tests, ga dan niet een uitgebreid verslag maken of een highlights video. Ja, goed, tenzij je opdrachtgever daarom vraagt, maar dat kost je ontzettend veel tijd. Het belangrijkste is dat je een lijst hebt met de belangrijkste problemen, die zo de product backlog op kunnen. Eventueel zou je daar ook je oplossingen nog bij kunnen zetten als je die tijdens de test ook min of meer meegekregen hebt. Het belangrijkste is dat je gewoon de product backlog gebruikt om daar je geprioriteerde lijst op verder te werken. Dan zijn we alweer toe aan de demo. We hebben zo'n hele mooie app, de Luminis DevCon app. En die hebben we op deze telefoon gezet. En die willen we gaan testen. Nou, hoe doen we dat? Daar hebben we deze opstelling voor. Op die telefoon draait dus de app. Daar hebben we met Reflector gaan we het scherm van die app hier op het beeld projecteren. We hebben vandaag geen webcam, maar ik ga gewoon mijn eigen telefoon gebruiken als webcam. Via een appje Instant Webcam, die ik erop gezet heb, kan ik gewoon de browser gebruiken als meekijkscherm. En zodoende kunnen we nu de test gaan uitvoeren. Ik ga de techniek even regelen, dan mag jij het overnemen. Ja, want we hebben een vrijwilliger nodig. Dat is altijd zo'n ding, lastig om mensen uit het publiek te vragen. Maar zit er in de zaal iemand die mee zou willen werken aan deze korte test? Niet allemaal tegelijk graag. Dan gaan we een vrijwilliger aanwijzen. Ah, kijk. Nou. Ik heb inmiddels... Daarom. Hallo. Hi. Niels. Ga zitten. Ja, je mag zitten. En dan die microfoon die gaat ervoor zorgen dat we je kunnen horen. Oh ja, en ik zie dat hier alweer natuurlijk het demo-effect optreedt. En daar is mijn muis. En dan moeten we nu gaan mirroren en dan moet hij het wel op het goede scherm zien. Ja. Nou, even unlocken. Ja. Alsjeblieft. Deze van jou? Die is mij. Ja. Ik kom even gezellig naast je zitten. Oké, nou we gaan dus de Luminis DevCon app gaan we testen. Ja. Die zie je al voor je op die mooie telefoon die je daar in je handen hebt. En ik zou je willen vragen om hardop te denken. Mm-hmm. En daarbij gaan we die app testen. Dus we testen zeker jou niet. Als je ergens vastloopt bij de vragen die ik dadelijk ga stellen, spreek hardop, mm-hmm. Zeg waar je vastloopt, wat je denkt. En laten we aan de slag gaan. Ja, kan ik hem al opstarten? Ja, je mag hem wat mij betreft opstarten. Oké, stel jij komt vanochtend, bent hier binnengekomen, je hebt je toegangsbewijs heb je, opgehaald of je bent binnengekomen en je wil graag een programma samen gaan stellen. Er zitten volgens mij best wel interessante sprekers tussen. Zou jij eens een programma voor vandaag samen kunnen stellen? Oké, en met een programma bedoel je waar ik vandaag allemaal naartoe zou? In welke sessies ben jij geïnteresseerd? Ja, waar je graag naartoe zou willen gaan. Oké. Nou, toevallig heb ik dat natuurlijk vanochtend gedaan. Dat zou je bijna wel verwachten. Even kijken. Nou, dit is inderdaad een lijst met alle sessies van vandaag, met de tijden die ik erbij zie. Inmiddels zit het natuurlijk alweer hier, bij deze usability testing voor iedereen. We gaan vanuit dat ik dat vanochtend hier binnenkom, hè? Dus dat moment vraag je me. Ja. Oké, nou ik was laat, dus ik haal de ochtend opening sessie niet. Maar ik zie dat ik eigenlijk vanaf 11 uur kon ik de sessies volgen. En ik vond de onboard sessie wel interessant. En ik heb toen, en nu ook, op het sterretje gedrukt waarmee ik het gevoel heb dat ik daarmee een soort van favoriet creëer. Althans aangeef waar ik dat ik naartoe wil. En ik was er inmiddels ook achter als ik op druk, dat ik dan daadwerkelijk zie waar die sessie over gaat. Met de tijd en wie dat uit die sessie gaat leiden, zeg maar. Ik vroeg me wel een beetje af, linksboven zie ik beginner staan. Dus wat dat precies betekent. Ja, ik weet wel wat beginner betekent, maar ben ik een beginner of zo? Dat weet ik eigenlijk niet. Of ik nou dan daarmee dan de doelgroep ook ben. Maar je vroeg aan mij of ik een lijstje voor vandaag wilde maken. Dus ik heb in ieder geval die, daar ga ik naartoe. Hier zit ik nu, dus die voeg ik ook even toe. Die vond ik ook leuk. Ik kan blijkbaar de lunch ook toevoegen aan mijn favorieten. Nou, dat doe ik dan ook maar, denk ik. Toch? De keynote ben ik ook wel van. En dan moet ik nu kiezen. Nou ben ik geen enorme techneut. Dus ik ga iets zoeken wat mij wel aanspreekt. Ik denk dat ik Alexa ga doen. Hier kan ik dat blijkbaar ook. Dus ik zoek op het sterretje. En dan ga ik weer terug. Nou, denk ik dat als ik hier naar boven op favorieten druk, dan zie ik het lijstje wat ik als aan heb gevinkt. Is dat wat je bedoelt met een programma? Als jij dit voor vandaag de interessante sessies vindt, dan vind ik dit wel een programma. Oké, ja. Want als ik op navigatie druk, dan... Oké. Goed. Nou, wat ik eigenlijk me afvroeg, mm-hmm. Ik interpreteerde die bijna... Ik kan nu even blijkbaar niet iets doen. Ik vroeg me af of navigatie ook iets van een soort programma liet zien, maar navigatie is daadwerkelijk de route door het gebouw heen. Maar hij is even bezig. Ik wacht heel geduldig af. Ja, je moet het nog even afsluiten, want hier komt hij niet meer vanzelf uit. Oké. Wil je dat ik dat zelf doe? Ja, dat is goed, als je dat kan. Oké. Dan doe ik dat op de manier zoals ik dat... wat ik zo doe. Zo denk ik dan. Ik denk dat jij je programma wel, zeker voor de demo, genoeg samen hebt gesteld. We hebben een interessante issue eruit gehaald. Die gaan we ook zeker opschrijven. En ik zou je willen vragen, Harro, kijk jou even aan. We hebben nog even tijd. We hebben nog even tijd. Zou jij voor mij uit kunnen zoeken? Nou, stel je, we hebben dadelijk deze sessie afgerond. En jij wil met de lift naar beneden. Kun je even maar uitzoeken waar de dichtstbijzijnde lift is? Oké. Ja, ik denk dat ik nu inmiddels, ik weet dat ik op een kaartje kan drukken, dat ik dan... volgens mij drukte ik erop. Inmiddels druk ik er nog een keer op. Mm-hmm. Ik krijg nu de vraag of melding find a speaker. Ja. Dat was niet wat ik wilde, maar ik druk maar even op oké. Ik krijg nu een kaartje en ik zie boven zie ik floorplan staan. Dat klinkt als dat als ik erop druk dat ik... Ah, kijk aan. Oké, dat kan ik niet helemaal lezen. Ja, dat scheelt. Als ik hem draai blijkbaar dan wordt de kaart groter. Kan ik het ook zo dan doen? Nee, dat kan niet. Ik kan niet met mijn vingers blijkbaar de kaart groter maken. Althans, nee. Nou, ik weet dat ik in zaal 7 zit. Dus toevallig denk ik dat ik dat allemaal hier is. En Jesse vroeg mij de lift. En volgens mij is dat hier rechts van mij. Okay. Althans, naast het toilet is volgens mij de lift. Ja. Aan het plaatje te zien. Dat denk ik ook, aan het plaatje te zien. Ja. Nou, super. Hartstikke dank. Hartstikke veel dank voor je medewerking. En nou, ik heb nog een cadeautje voor je, uiteraard. Je wist dat die, dat die zou komen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En kijk eens, een cadeaubon. Nou, super joh. Ik koop er iets moois van. Ja, en succes met hem. Hè? Ja, dankjewel. Nou, dat ging toch voor een demo best aardig. En interessante dingen heb ik gehoord. Ja. Dus verbetering voor volgend jaar, denk ik zo. Nog even kort een aantal punten waar je rekening mee moet houden als je zelf usability testing gaat doen. Sowieso moet je je ervan bewust zijn dat wat je test eigenlijk meer is dan alleen het product wat je test. We hebben net de DevCon app getest op een behoorlijk best wel grote iPhone 6 Plus. Ik had hem ook op mijn eigen iPhone SE kunnen laten draaien. Ja, dan is het dezelfde app, maar het scherm is een stuk kleiner. Ja, en dan is dat beïnvloedt toch je test. Hetzelfde geldt voor de browser waarin je website draait. Als mensen gewend zijn om altijd met Internet Explorer te werken, ik noem maar wat, en jij test op Chrome, dan heeft dat toch zijn weerslag op je test. Daarbij komt ook dat je product een onderdeel kan zijn van een groter geheel, bijvoorbeeld van een machine. En daar als je dan alleen het bedieningspaneel wilt testen, dan test je toch meer, hè Niels? Ja, dat klopt, want nou ja, het voorbeeld heb ik volgens mij zo net al genoemd, die camera van bovenaf. We hebben een klant waar we een test hebben gedaan, die maakt medische apparatuur. En dat apparaat, daar zit een touchscreen aan bevestigd. En... ja, op een of andere manier, nou, ik weet niet precies hoe het is ontstaan. Ik kan het ook niet terughalen, maar de touchscreen is ondersteboven gemonteerd. Omdat we het andersom niet aan de praat kregen. Dus toch ondersteboven gemonteerd, test meegedaan. Wat kwam als de belangrijkste issue naar voren? Het feit dat het contrast toch wel heel erg laag was. Ja, als je het hebt over een kijkhoek, monitor ondersteboven monteren, ja, er verdwijnen dus gewoon kleuren. Ja, het punt was, we moeten er heel het ontwerp aan gaan passen, andere kleurschema's gaan kiezen. Ja, wacht even, laten we toch ook vooral even kijken wat gebeurt er nou als we het toch ondersteboven aan de praat krijgen. Laten we daar, of dus eigenlijk weer gewoon zoals het hoort, wat gebeurt er dan? Nou, uiteindelijk eerst alle tests gedaan, het scherm weer goed gezet en dezelfde gebruikers nog een keer teruggevraagd, wat vind je er eigenlijk nu van? Toen bleek het opgelost. Dus die hardware en de beslissing die er ooit genomen was om toch maar zo te gaan testen, die zat ons nogal in de weg. Maar het fijne was wel, de belangrijkste issue, namelijk het ding is eigenlijk niet leesbaar en bedienbaar daardoor, die konden we gelukkig schrappen. Ja, en daar was je niet achter gekomen als je niet getest had met gebruikers. En dan moet je natuurlijk ervoor zorgen dat je product zelf ook klaar is om mee te testen. Als je bijvoorbeeld een prototype hebt gemaakt, een papieren prototype of een klikbaar prototype, zorg er dan voor dat de teksten die erop staan ook gewoon echte realistische teksten zijn. Wij ontwerpers willen nog alles met lorem ipsums werken, omdat we niet na willen denken over wat er echt moet staan. En dat kan voor een usability test dus niet. Als er gegevens op je scherm staan, dan moet dat kloppen. Het moeten realistische gegevens zijn. Optellingen moeten onder de streep natuurlijk wel overeenkomen, want ja, dat leidt anders alleen maar af en dat wil je niet. Als je een klikbaar prototype hebt, is het dus belangrijk dat je vooral dit soort pagina's niet wil zien. Je wil gewoon dat iedere link die de gebruiker aanklikt ook uitkomt op een pagina waar gewoon weer een volgend scherm zit. Ja, en dan is er nog het feit dat als je een product hebt wat al veel verder is, dat het ook echt technisch wel klaar moet zijn om ook mee te testen. Want een usability test is dan helemaal geen integratiettest. Ja, nou ja, ik keer wederom terug naar hetzelfde voorbeeld, want daar kwam alles blijkbaar bij elkaar, maar dat medische apparaat, daar gingen we een usability test daar doen. En daarmee in ieder geval. En dat was enigszins geforceerd, want het budget was er. Alleen, richting eind van het jaar of het budget moet op, laten we een test gaan doen. Ja, dat is dus hardware, maar aan de andere kant heb je ook met software te maken. Die waren eigenlijk nog nooit op elkaar aangesloten. Maar we gaan toch testen. Ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Dan ben je een integratietest aan het doen. Nou is dat op zich niet zo heel erg, als je het maar realiseert. We hadden 5 mensen gevraagd om te gaan testen. En bij de eerste persoon lukte het gewoon niet om de roundtrip te maken. Dus allerlei engineers stonden klaar om toch maar het aan het praten te krijgen en te houden. De eerste test hebben we dikke 3 uur over gedaan voordat hij af was. Er stond eigenlijk 1 uur voor. Het duurde 3 uur voordat hij af was. En we hadden niet echt het resultaat nog wat we wilden. Vervolgens konden we wel aan de slag. Tweede test, allerlei dingen aangepast. Na 4,5 uur, laten we vooral doorzetten. Na 4,5 uur hadden we het resultaat wat we wilden hebben. Maar we hebben dus wel in die 4,5 uur een integratietest ook gedaan. De derde test in 3 kwartier klaar. Want toen hadden we hem rond. Nou, je hebt niet alles onder controle tijdens een test. Dus je zult ook toch wel wat los moeten durven laten. Je zou kunnen zeggen, ja, je hebt een integratietest gedaan en verschillende testen, 3, 4 verschillende testen. Hoe kun je die nou in hemelsnaam met elkaar vergelijken? De grap was wel, dezelfde dingen kwamen er uit die test toch wel naar voren. Het scherm ondersteboven, zichtbaarheid of leesbaarheid van dingen. Nog een aantal andere zelfde dingen, 10 belangrijkste punten eruit gehaald. Daar kunnen we aan werken. Dus ondanks dat de testen niet vergelijkbaar met elkaar zijn, kwalitatieve tests, zoals Harro het al heeft gezegd, zeker bruikbaar. Oké, nou ja, en daarmee komen wij zo tegen het einde van dit verhaal. Wij hopen dat we in ieder geval hebben laten zien dat een usability test eigenlijk helemaal geen rocket science is. En in wezen iedereen het morgen zou moeten kunnen uitvoeren. Als je het maar gewoon niet te groot aanpakt en vooral niet vergeten om er heel veel lol in te hebben. Mocht je nou meer willen weten over usability technieken. Vorig jaar heeft onze collega Bart Domen een praatje gehouden waar nog veel meer technieken behalve usability testing in terugkwamen, onder andere ook AB-testen. Het filmpje staat natuurlijk gewoon online op YouTube. Net als overigens het filmpje van dit praatje weer komt. Dus daar kun je ook nog eens kijken. Bij voldoende interesse gaan we ook nog een brain upgrade organiseren over usability testing. Daarvoor liggen er bij de deur naast de kaarten. Met kaartjes, ja. Een formulier waar je dan je naam en je e-mailadres op achter kan laten. En dan komen we daar nog bij terug. Dit was het voor ons. Als er vragen zijn, is dit het moment. Ik zie hier een vraag, ik pak even de microfoon. Stel je hebt een pragmatische / vrij technische product owner. Puur hypothetisch uiteraard. Ja, die zijn er eigenlijk je hebt net wat praktische tips gegeven van hoe je dat zelf kan doen. Zou je dan ook wat praktische tips hebben over hoe je zo'n persoon zou kunnen overtuigen van het nut en noodzaak hiervan. Je hebt in het begin aangegeven een aantal percentages, allerlei onderzoeken. Dat is zeg maar de theoretische manier. Wat zijn jullie ideeën, suggesties daarvoor? Hoe overtuig je iemand dat hij energie gaat steken of zijn team energie laat steken in het verbeteren van zijn product door middel van dit soort onderzoekjes en testjes? Nou, zal ik die vraag eens even beantwoorden? Ja. Ik zou in ieder geval zeggen, gewoon doen. Ja, gewoon zelf. Geen toestemming vragen. Maar zet gewoon je prototype op je telefoon of op papier en ga er naar willekeurig iemand mee. Om vervolgens te laten zien dat de dingen die je daar uiteindelijk uit geleerd hebt, om daarmee dan naar je product owner te gaan. En zeg van ja, een guerrilla onderzoekje wat ik even snel gedaan heb, daar kwam dit en dit uit. Zou het niet interessant zijn om wat meer onderzoek te doen? En op die manier te laten zien wat de waarde is van een test, ja, dat is eigenlijk de beste manier. Waarbij volgens mij je ook nog zo wel ter aanvulling denkt dat het dus niet veel tijd hoeft te kosten, zeg maar. Van wat Harro zegt, van, nou ja, als jij het gevoel hebt van ik ga erop afgerekend worden dat ik daar dagenlang in heb gestoken om die test te gaan doen, dat is niet het geval. Dat kan heel snel. Die 2 uur, bij wijze van spreken, die je erin hebt gestoken, of misschien net iets meer, maar die 2 uur die zijn echt wel te verantwoorden als je daar gewoon een aantal hele belangrijke dingen uit hebt gehaald. En ik vind eigenlijk dat het in het proces, zoals een van de slides ergens middenin aangaf, dat het in het proces meegenomen zou moeten worden. Dat is dan uiteindelijk waar je naartoe wil gaan. Je hebt er niet meteen mee, gok ik zo, maar ook daar is wel iemand van te overtuigen, denk ik, uiteindelijk. Nog meer vragen? Ja, ik zie daar 2 handen. Dan geef ik jou even de microfoon. Hoi, ik heb een beetje specifiek vraagje. Stel, je hebt je UX-designers, die maken fantastisch design. Zeg maar in de conceptfase. En je hebt inderdaad een product owner die snel resultaat wil hebben. Dus ergens ga je, zeg maar, dus een incremental proces, dus ergens ga je afkortingen nemen. Maar je wil natuurlijk wel, zeg maar, zoveel mogelijk informatie ook van, ja, voor je vooronderzoek en zo behouden. Waar neem je die afkorting, zeg maar, naar de implementatie toe en hoe bewust ga je daarmee om, zeg maar, vanuit het UX-stuk? Ja, als je bedoelt afkortingen, als zijnde een versimpeling van het concept, zeg maar. Ja, en heb je dan over het versimpelen van de concept usability test of? Ik ga die vraag niet helemaal. Ja, het is meer als je een UX-concept hebt, zeg maar, ja, die ga je vaak al in conceptfase testen. Ja. Dan ga je hem implementeren en sommige dingen zijn tijdrovend om te implementeren. Ja, dus er wordt vaak in een eerste implementatie worden daar nogal afkortingen genomen in, zeg maar, weet ik wat. Dingetjes die mooi geschoven kunnen worden in eerste instantie een spinnerboxje om een value'tje in te stellen, dat soort zaken. Hoe bewust moet je daarmee omgaan? En waar ligt die rol, zeg maar, om dat te accepteren of, zeg maar, te blokken vanuit de UX-kant? Ja, nou, kijk, sowieso, als je een product iteratief maakt, dan is je user experience daar een integraal onderdeel van. Dus bij het nadenken over je product en het maken van je prototype, denk je dan dus ook al na over, nou, als ik iets als eerste zou moeten bouwen en testen, wat is dat dan? Dus je begint dus al met een soort van minimal viable product. Waarbij wel belangrijk is dat je dan ook de user experience op een minimaal niveau moet trekken. Dus inderdaad, als die spinner nodig zou zijn, dan is die dus een onderdeel van dat minimale product. En door dan zo gauw mogelijk een usability test te doen, kom je er dan dus ook achter of die keuzes terecht waren en of je, nou ja, toch nog te veel shortcuts genomen hebt. Dus eigenlijk is dat gewoon een integraal onderdeel van de hele aanpak in je project zelf al. Is daarmee je vraag beantwoord? Ja. Oké. Ik zag nog een hand hier ergens, misschien was het dezelfde vraag. Ja. Ja, mijn vraag is eigenlijk van hoe ga je om met eindgebruikers die heel lastig te bereiken zijn? Ik werk zelf met huisartsen en triagisten op huisartsenposten. Die werken vanaf 5 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Huisarts bijvoorbeeld werkt maar 1 keer in de 2 weken. Dus nou ja, reken maar uit. En als ze werken, dan hebben ze al een hele dag opgezitten. Dus ze hebben echt geen zin meer in iemand die langskomt om even een usability testje af te nemen. En als ze überhaupt werken, dan hebben ze hooguit 2 minuten tussendoor de tijd voor je. Dus hoe ga ik daarmee om? Volgens mij heb jij daar wel ervaring mee, of niet? Nou ja, ik zit even inderdaad een van onze klanten waar we zoiets tegen zijn gekomen. Die maakt apparatuur mee kanker behandeld. Die artsen die zijn ook niet, wij wilden het over de hele wereld zelfs mensen, want Amerikanen die behandelen anders dan Europeanen, om maar even te chargeren. Dus we wilden de Amerikanen eigenlijk gewoon over laten komen. Of we wilden daar naartoe. Nou, daar naartoe was een beetje te duur met 3-4 man. Dus die ene persoon die kwam naar Europa. Ook een arts uit Engeland en een arts uit Nederland. En daar stond een vergoeding tegenover. Dus het is natuurlijk maar net hoeveel je ervoor over hebt. Maar dat is dus wel een manier om de mensen dit serieus te laten doen. Dan geef je als bedrijf ook mee aan dat je dit serieus neemt. Want we vinden dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Ja, er zijn ook bureaus die respondenten werven. En die dus daar wat meer ervaring mee hebben. Die dus misschien in hun database artsen hebben staan die mee willen werken. Dat weet ik niet. Zal wel eens tegen kunnen vallen, gok ik zo. Maar ja, ik denk dat dat wel een manier zou kunnen zijn om dit probleem op te lossen wat je hebt. Want ik snap het wel, inderdaad. En je wil... Kijk, aan de ene kant wil je graag met die arts meekijken. Nou, dat zou misschien nog wel te regelen zijn. Maar dan heb jij een product wat je aan hem wil laten zien. Of haar. En daar moet tijd voor gereserveerd worden. En dus, daar hadden we in ieder geval bij dat andere project... was dat de manier om het voor elkaar te krijgen. Ja, waarbij je dus eigenlijk zegt dat het uitvoeren of het deelnemen aan zijn usability test... in zo'n geval voor de arts een onderdeel van zijn of haar werk zou moeten zijn. Of ja. Maar ja, goed, het blijft een uitdaging, dat klopt. Dankjewel. Oké, zijn er nog meer vragen? Ja, nou, dan kom ik toch die kant op. Kan je misschien die testen ook helemaal op afstand doen? Ja, usability tests worden ook op afstand gedaan. Waarbij een van de films die we net ook zagen... die leek er een beetje. Nee, dit was deze niet. Ik heb filmpjes, als je online gaat zoeken op usability tests, dan kom je ze wel tegen. Waarbij mensen een stuk software installeren om op afstand vanuit hun eigen werkplek deel te nemen aan de usability test van een website. Waarbij ze hun eigen webcam gebruiken om hun eigen opname te maken. Dat zijn zeker hele interessante mogelijkheden om op makkelijke manier je test uit te voeren. Het heeft ook nadelen, maar het gebeurt zeker, ja. Waarbij overigens ik nog aan wil vullen dat project wat ik zo net noemde. Die artsen die daar waren overgekomen naar vestiging hier in Nederland. Daarna hebben we nog 2 keer met ze getest. Dan kunnen ze van afstand via een share screen, de allersimpelste manier konden wij uitleggen, dat is geen usability test, maar konden wij wel uitleggen wat het concept was en hoe we het op hadden gelost. Maar je kan ook via een of andere applicatie van afstand het prototype laten bedienen en hun het zelf laten doen. Ik weet niet, hoe heet het, Teamviewer, dat soort applicaties. Dus dan kun je ze het ook mee laten bedienen. Dus dat is ook nog een optie. Dan heb je wel, het nadeel is, je ziet dus niet... een van de slides was ook hoe reageert iemand ergens op. Dus dan moet je misschien nog een camera aanzetten bij wijze van spreken als iemand dat wil. Maar goed, dat is een minimale vorm en dat werkt wel. We moeten gaan afronden, heren. Nou, oké. Mag ik jullie hartelijk danken en... de rest van de mensen verzoek om naar buiten te gaan en eventjes te stemmen natuurlijk. Ja, vergeet de kaartjes niet. En een hartelijk applaus. Dank voor jullie aandacht.